Een hele goede morgen. Vandaag is het 12 februari als ik dit op ga nemen. En we hebben vandaag feest. Niet op 12 februari, maar dit is de creatie van 7 mei. En 7 mei, dan bestaat ons clubje alweer 1,5 jaar. Soms vind ik het nog steeds een beetje onwerkelijk om te zien hoe goed we groeien, hoeveel volgers we hebben en hoeveel mensen onze creaties maken. Maar dat maakt het ook heel erg leuk. Het is een veel werk, een hoop organiseren, maar ik doe het nog steeds met heel veel plezier. Daarom zijn we vandaag ook extra live en hebben we een extra klein feestje. Vandaag ben ik live in onze Facebookgroep te bewonderen met deze creatie. En op YouTube staat een creatie die door Bianca bedacht is. Want Bianca is vandaag lekker op vakantie. En dat hebben wij ook nodig. Wij moeten ook bijtanken. Ik ga in deze uitzending werken met ons digipapier nummer 15, kleren maken de man. En ik heb daar natuurlijk al een aantal vellen van gebruikt. Er zitten weer tekstkaarten bij, designpapier, een knipvel, losse kaartjes waar je zelf een tekst op kan stempelen, losse tekst en, zoals ik al zei, een knipvel. En daar heb ik al wat onderdelen van uitgeknipt. Om die straks te gaan gebruiken. Wat hebben we nodig tijdens deze creatie? Ik ga even mijn kaartje erbij pakken. We hebben stukken cardstock nodig. We hebben een stuk A van 13 bij 16,1. We hebben 8 stukken B van 8 bij 11. En we hebben 4 stukken C van 5 bij 3 bij 5 bij 3. Op die 5 bij 3 bij 5 bij 3 komen 4 kaartjes van 5 bij 5. En dit heb ik in een tweede cardstock kleur gedaan, dus in het wit. Dan hebben we ook nog 16 keer 7 bij 7 bij 7 bij 7. En de helft heb ik met een fotostempeltje bewerkt en de andere helft met designpapier. En het designpapier wat hier opkomt is dus ook 7,4 bij 7,4. Dan heb ik 4 keer het cardstock in de tweede kleur. C van 2,7 bij 7,7. En daar komt 4 keer designpapier op van 2,4 bij 7,4. Dan heb ik ook nog 4 keer cardstock A, 15,8 bij 2,7. En daar komt 4 keer designpapier van 15,2 bij 2,4 op. Van alle delen heb ik één deel nog niet beplakt. De rest heb ik wel al beplakt, omdat het anders een hele lange uitlegvideo gaat worden. En dat is niet de bedoeling. Dus ik ga dit allemaal aan de kant leggen. En ik ga beginnen met de eerste cardstock kleur. En dat is A. En A is 13 bij 16,1. Ik ga mijn rilbord erbij pakken. Mijn mes naar de bovenkant, want die heb ik niet nodig. En ik ga op de korte kant, dus op deze kant, ga ik rillen op 3. En ik ga bij dit cardstock even een paar keer overheen, omdat het wat minder goed buigt. Dus op 3. Op 6. Op 9 en op 12.
En dan houden we een strookje over van 1 centimeter. En op deze 1 centimeter gaan wij tape plakken. Die moet ik zo even gaan pakken, want die ben ik vergeten te pakken. Ik wil mijn lijmrollers voor me leggen. Maar ik wil deze super stevig hebben, dus dan doe ik hem even extra met tape. In plaats van met mijn lijmroller. De randen heb ik bijna allemaal ingevouwen met mijn vouwbeen. Zodat de rillijnen goed stevig zijn. En dan ga ik even met tape pakken. De 9 mm tape. Die past daar precies tussen. Dus dat is wel weer fijn. Zo. Dan halen we die er zometeen gelijk vanaf. En gaan we er een pilaar van vouwen. Even goed aanduwen. Plakmandje eraf. Ik vouw hem dubbel. En deze leg ik hier tegenaan. Dan doe ik aan die kant ook. En dan ga ik hem dubbel vouwen en aandrukken. Zo. Op deze manier. Dan pak ik mijn 8 delen B erbij. En ik ga op dit stuk. En dan ga ik toch even op een andere tape erbij pakken. Waar ik alle randen ga ik met een tapeje beplakken. En dat doe ik dus met 1 dik tapeje en 1 dun tapeje. Maar hou de rillijnen vrij. Omdraaien. Zo nu draai ik hem weer terug, want dan ga ik een kleine tape gebruiken van 9 mm. Maar het is makkelijker om alles in één keer eerst dik en dan het dunne tape te doen. Die aan de kant. Dit tapeje erbij. Even goed aandrukken. En dan gaan we zometeen half voor half gaan we het eraf halen. Maar dat wordt vanzelf duidelijk. Ik heb al een voorbeeldje gemaakt van hoe ik hem wilde hebben. Op Pinterest zie je hem veel met 3 delen, 3 lagen. Ik heb ervoor gekozen om hem met 2 lagen te doen. En de creatie iets groter te maken, de vlakken, zodat het beter te zien is. Wat ga ik doen? Ik ga deze eraf halen. Tenminste voor de helft. En die kant ook. Voor de helft. Hier steek ik mijn tape een beetje over en dat wil ik niet. En ik pak mijn eerste deel erbij. Ik leg hem boven tegen de punt, tegen de rillijn aan. Ik ga hem even zo leggen. Op deze manier. En ik vouw hem dicht. Dan gaan we naar de volgende. Dan haal ik hem hier eraf, ook voor de helft. En ook deze pak ik een designpapier. En ik leg hem tegen de vouwlijn aan. Zo. En deze vouwen we weer dicht. Dan vouwen we hem verder. Ook deze halen we er weer vanaf.
pakken we de volgende van B. Die leg ik ook weer op de punt. Tegen de vouwlijn aan. Drijven hem aan. En klappen hem naar de volgende. En dan haal ik hem hier weer eraf. Zo. De volgende. Leggen we hem daar weer tegenaan. En zo hebben we een rondje gemaakt. Nou willen we hem dus naar de andere kant. Dus ik trek deze ervan af. Ik pak hem. En ik leg hem nu tegen de rillijn aan. Maar wel aan de bovenkant. Dus er blijft hier een heel klein stukje blijft er open. Dus echt 1 mm. Zo. En ik ga hem weer klappen. Dan kan je deze twee eraf trekken. Haal hem eraf. In de prullenbak. Doe bij deze ook gelijk even. Anders wordt het een rommeltje omheen. En we pakken de volgende. Leg hem boven tegen de rand. Tegen de vouwlijn. En we plakken hem dubbel. Dan klappen we hem weer een kwartslag. We hebben de twee plakstroken ervan af. Oh, deze is een beetje gevouwen. Niet zo'n heel groot probleem. Zien we toch niks meer van. Die plakken we hier tegenaan. En we klappen hem naar het laatste gedeelte. En ook halen hier de tipjes er vanaf. En plakken de laatste er tegenaan. Zo. Dan hebben we een torentje. En de meeste hebben hem dus met drie lagen. En dan zijn de kaartjes kleiner en de toren iets hoger. Ik heb de toren wat lager gehouden. En ik heb er vierkante vlakken van gemaakt. Nou pakken we cardstock kleur 2 erbij. En die is 15,8 bij 2,7. Daar gaat designpapier A op van 15,5 bij 2,4. Dan plak ik mijn lijmroller en deze plak ik op elkaar. Dus die plak ik hier bovenop. En die andere drie had ik al voorbereid. Anders gaat er gewoon heel veel tijd in zitten. Dus nu heb ik vier keer dezelfde delen. En die ga ik op de lange kant van mijn creatie plakken. Dus mijn lijmroller erbij. En delen ga ik inplakken. En ik ga hem ertussen steken. Klein stukje van de zijkant af. Klein stukje van de bovenkant af. En zo ga ik helemaal rond. Het is vandaag dus 7 mei als jullie dit filmpje zien. Vandaag bestaan we 1,5 jaar. Ik ben dit avontuur aangegaan. Zijn we met z'n drietjes. Al snel zijn we met z'n tweetjes overgebleven. En hebben we er een goed lopend clubje van gemaakt. Met hele lieve, leuke, gezellige mutsenvolgers. En zonder jullie waren wij natuurlijk nooit een mutsenclubje geworden. Maar waren wij gewoon een mutsenduo gebleven. En ik sta er nog steeds elke keer versteld van. Als we op maandag onze lives geven. Hoeveel kijkers we hebben. En hoe gezellig jullie met ons meekletsen. En ook met ideetjes komen. We kunnen natuurlijk niet alle ideeën uitwerken. Maar soms krijg je vragen. Van heb je ook dit of dit papier? Of zouden jullie daar eens over na kunnen denken? En in de live gaan we dus werken. Tenminste, ik ga werken. Met de vraag of wij dat designpapier konden maken. Nou heb ik zelf niks echt met steampunk. Maar we hebben het geprobeerd. Dus ik ben erg benieuwd naar jullie reacties op dat papier. Ook werd er dus gevraagd om mannenpapier. En die hebben we dus vandaag in de live. Wat heb ik nu nodig? Ik ga nu
naar cardstock kleur 2B. En die is 7 bij 7 bij 7 bij 7. En de helft van de cardstock heb ik beplakt met designpapier. En de andere helft heb ik met foto's gemaakt. Nou heb ik dus één keer B6, 7,7 bij 7,7. En nu nog één keer B7,4 bij 7,4. En die ga ik opplakken. De rest heb ik dus, zoals ik bij die andere delen ook had gedaan, al voorbereid. Want anders gaat er wel heel veel tijd in zitten met het opplakken. En ik denk dat als ik er eentje voor gedaan heb, jullie wel weten hoe de andere zeven gaan. Nou ga ik ze om en om plakken. Ik ga twee creaties aan die kant plakken. Dus ik heb twee fotogedeeltes. En ik heb een kaartgedeelte. En aan de onderkant. En ik had een klein stukje papier te kort. Maar dat is niet erg, want hier gaan we zometeen nog pockets op plakken. Dus ik ga nu eerst even de fotogedeeltes opplakken. En dat gaat natuurlijk onder het praten best wel snel. Al moet ik wel even op de ruimtes letten ertussen. Zodat de ruimtes goed blijven. En ik heb er dus voor gekozen om er een fototoren van te maken. Maar je kan er natuurlijk ook van alles anders meemaken. Maar ik vond het gewoon leuk om daar een foto te maken. Kijk, dan ben ik weer aan het kletsen en dan ga ik weer scheef. Wel op blijven letten. We kregen de vraag ook of we mannenpapier konden en wilden maken. En natuurlijk willen we dat. Maar ik moet wel zeggen dat ik het maken van mannenpapier toch wat moeilijker vind als het gewone designpapier. Maar ik denk, en dat is natuurlijk mijn mening, dat zowel deze als de vorige, want vorige maand hadden we ook al een mannenlijn, dat die best goed gelukt is. En er zit ook nog een nieuwe mannenlijn in de pen. Die is ook al uit, maar we weten nog niet wanneer we die precies uit gaan brengen. Dus nu heb ik vier delen gedaan. Dan klap ik hem weer verder. En ga ik precies zo verder. Dus hier ga ik twee foto's gedeeltes plakken. Een gedeelte met designpapier alleen. En zometeen gaan we aan deze kant weer de pocket plakken. En ik moet zeggen dat ik dit papier wel erg leuk vind om te gebruiken. We waren een heel klein beetje aan het twijfelen of het geen kerstachtige mannenpapier was. Omdat de bloem toch een beetje op een kerstroos lijkt. Dus vind je het ook toch een beetje op kerstpapier lijken. Dan maak je er een kerstmannencreatie van. Zou ook nog kunnen. Maar we hebben er toch voor gekozen om hem nu uit te brengen. Deze maand worden jullie eigenlijk heel erg verwend met een hele hoop creaties. Als ik het goed geteld heb, zijn het er in totaal 8 verschillende creaties die je deze maand kan maken. Dan hebben we het over een aantal lives. 2 lives, 2 YouTube creaties, 2 challenge creaties en dan dus een extra live van mij vandaag en een extra YouTube creatie van Bianca, want die is lekker met haar gezin op vakantie. En als ik het goed heb is ze of in Spanje of in Kos, maar we wensen er natuurlijk een hele lekkere, fijne vakantie met heel veel mooi weer. En ik hoop dat als het inderdaad straks 7 mei is, wij ook gewoon heerlijk weer hebben.
Vandaag is het hier wel redelijk te doen. Overal is code geel, maar hier valt het nog wel mee. Geen mist, zoals ze voorspeld hadden op 12 februari bij het maken van dit filmpje. Zoals jullie zien heb ik hier dus een strookje over. Ik vond het zonde om een heel nieuw blad aan te breken. Want hier komt zonder iets overheen, dus daar zien we niks meer van. Dus ik denk, nou, dan maar de kleine stukjes opmaken. Zodat ik met die andere nog een andere creatie kan gaan maken. Want sinds wij ons eigen designpapier gebruiken, ons eigen digipapier, merk ik dat ik eigenlijk bijna geen papier meer gebruik van anderen. Al moet ik zeggen dat ik de dummy die ik gemaakt heb voor deze creatie wel gemaakt heb met papier van iemand anders. En ik moet zeggen dat dat toch ook wel weer erg leuk is om papier van iemand anders te gebruiken. Maar ik merk gewoon dat als ik naar een beurs ga of ik inkopen moet doen voor mezelf, ik nog maar weinig designpapier koop. Omdat we natuurlijk zelf heel erg leuk designpapier hebben. En ik kan natuurlijk ontwikkelen wat ik zelf leuk vind. Dus dat is helemaal leuk. Nou hebben we alles op onze fototorenkaart beplakt. Maar we hebben natuurlijk deze stukken over. Daarop ga ik 4 stukken van het witte cardstock, dus tweede kleur cardstock van 2,7 bij 7,7 en designpapier van 2,4 bij 7,4 pakken. En deze plak ik weer bovenop mijn cardstock. Dan ga ik mijn lijm erbij pakken. En deze ga ik de randjes van doen. Oh, even mijn dopje eraf. Dus ik ga kijken naar mijn patroontje. De wiebel wil ik naar beneden van dat randje. Dus ik ga op 2 korte kanten. En op 1 lange kant ga ik lijm smeren. En zo ga ik de hele fototoren ga ik er rond. Dus deze heb ik opgeplakt. Dan ga ik naar de volgende. Kijk, hier zit hij ook naar beneden. Dus deze naar beneden. Dus de zijkant. Beide zijkanten. Een onderkant. En een zijkant. En dan plak ik hem goed op het witte cardstock wat er al zat. En we draaien hem weer een kwartslag. Wiebel weer naar beneden. Een zijkant, een onderkant en een zijkant. En dan gaan we naar de laatste. Wiebel naar beneden. Zijkant, onderkant, zijkant. Dan ga ik de dop weer even op de lijm doen. Bij de vorige live ging ik hem opruimen. Mijn hele prullenbak omgegooid omdat de dop erin zat. Zo. Hier even de lijm wegsmeren. En hier komen de kaartjes van cardstock kleur 1 van 5,3 bij 5,3 en cardstock kleur 2 van 5 bij 5. En deze ga ik op mijn kaartje plakken. Zo, dan draai ik deze even een kwartslag om, want die heeft als laatste beplakt. En deze komen hierin. Naar de volgende.
komt die daarin. Naar de volgende. En dan doen we deze even voorzichtig, want die hebben we als laatste geplakt. Dus die is nog niet helemaal droog. Kijk, hij komt al omhoog. Dus deze haal ik nog heel even eruit. Maar die komt dus hier. Dan hebben we onze kaartjes. Deze zijn te groot voor de creatie, maar ik wilde ze toch even laten zien. Deze kun je eventueel hier opplakken. Kan je iets leuks opschrijven, wat je gedaan hebt, of waar je geweest bent. Dus die ga ik daar plakken. Gewoon, hop. En dan sla ik daar, denk ik. Oh nee, ik kan ze op alle vier plakken. Want ik heb er vier. Precies vier. Dus deze leg ik even aan de kant. Die moet nog even drogen. Nou, deze vind ik eigenlijk zonde om daar iets overheen te plakken. Maar je zou daar eventueel een banner kunnen plakken. Dat je daar weer iets op kan schrijven. Ja. En zo kan je dus rondgaan. Kijken. Nee, zo. Daar kan je alweer een tekst op doen. Dan doen we hem open. Nou, hier hebben we geen mannetje. Maar je kan natuurlijk er ook voor kiezen om een mannetje nog erop te plakken. Fotokaart aan die kant. Ja, gaan we de man aan de onderkant plakken. Zo. En dan zit hij achter de fotokaart. Ja, ook leuk. Gaan we daar dan nog een tekstje plakken? Nou, niet met een man. Want er zit al een man. Maar ik vind hem eigenlijk zo wel leuk. Deze gaan we ook verder plakken. Nou, hier gaan we dan ook niks meer bij plakken. Want dat zit al. Hier zou je eventueel nog een bloemetje kunnen plakken. En dan de laatste. Daar hadden we al wat beplakt. En deze is nu ook dicht. Je zou er dus ook nog voor kunnen kiezen om de tekst en een mannetje te plakken. Of alleen een mannetje. Je zou ook deze nog hieronder kunnen plakken. Om daar iets op te schrijven. En zo ga je dus je fotokaart helemaal rond en kun je je creatie oppimpen en opleuken zoals jij het wil. Het is jouw creatie. Je kunt er ook voor kiezen om allemaal stempelafdrukjes erop te gebruiken. Foto's. Je kunt er spreuken neerzetten. En als het een creatie wordt voor iemand, kan je bijvoorbeeld in iedere envelop wat centjes stoppen. Dit is de creatie van 7 mei. Ik hoop dat jullie hem leuk vinden. En ik ben erg benieuwd wat jullie ervan gaan maken. Bedankt weer voor het kijken. En bedankt dat jullie ons Mutsenclubje volgen. Want zonder jullie was er geen Mutsenclubje geweest. Bedankt daarvoor. Doei doei!